Hallo allemaal, daar zijn we weer. Vreet van een Vreet van een distel? Ja, die dingen kunnen ook beerklauw eten. We zijn weer een nieuwe klus begonnen. En we hebben hier de voortuin, de oprit, hebben we al gedaan. In een vlogje, ik weet het niet meer. Oprit Oosterwold. En zoals je ziet is hier een beetje het gras gaan groeien. Het waait nogal hard hier, dus er is wat graszaad weggewaaid. Dus we laten het een klein beetje groeien. En dan gaan we hem nog een keer inzaaien. Maar goed, we gaan nu ook beginnen met de achtertuin. Dat project is binnen, ontwerpje is akkoord. En we gaan nu beginnen met het grondwerk. We gaan eerst al het onkruid weghalen. Vandaag komt de grond wordt geleverd, het zand wordt geleverd en ik ga nu de shovel halen en dan gaan de jongens gaan onkruid weghalen met het kraantje. Yes. Kom mee, laat ik het zien. Nou, vanaf hier begint het project. Het is nu project onkruid. We gaan eerst al het onkruid weghalen, gooien we in de aanhangers, voeren we af, grond erop, goed doormengen met een, weet je zo'n apparaat ook weer? Een menger. Spit apparaat. Een mengapparaat. Nee, een frees, grondfrees. En dan kunnen we echt gaan beginnen met het aanleggen. Yes. Dus, hard werken vandaag. Ja, het is nog een beetje stressen. Alessio die heeft de coronatest gedaan, dus die is er niet, die kan me nu niet helpen. Ik ben nog even snel de shovel aan het ophalen, dus ga ik er nu op rijden en dan ga ik die boys helpen. Nou, het grond en het zand is dus geleverd. Hier ligt de grond en daarachter het zand. Dus eerst gaan we het grond weghalen en het onkruid nog. En dan gaan we met het kraantje uitgraven waar het zand moet komen. En dan gaan we het zand doen. Dus we moeten echt hard aan de bak, want het is al 11 uur. Dus we hebben nog maar een paar uurtjes. En dan moet dit weg zijn. En dan kunnen we hier de verse grond op doen. En doorspitten met het kraantje. Hey buddy. Hallo. Louis, hoe vind je je stage nu? Oh. Ik heb al schaamte stage gehad. Ja? Ja. Dus jij bent helemaal in je element. Kijk hem eten, joh. Ja, het is wel leuk dat ze dus hier in de hele omgeving hebben ze van die stroken. Dat wordt dus niet met de grasmaaier gedaan, maar door de schaapjes. Je kunt ook gewoon de distels op, hè? Oh? Hier die guys van. Deze guy kijkt nu echt naar de camera van. Dit. Hey buddy. Oh, kan je mijn vingers zetten? Oh, dat helpt wel. Pak maar. Nou, we zijn dus bezig met die grondverbetering.
Spit er daar de grond om. Gooi er geen gezet bij. En we vlakken het weer uit. En dan is het in ieder geval iets minder kleiig. We zijn dus in Oosterwold. Een en al klei. Dus we zijn nu echt bezig met die grond beter te krijgen. Zoals je ziet, ga je best wel heen en weer op de shovel. Dus het lijkt niet zo zwaar. Maar na een dagje shovelen ben je er wel klaar mee. En je moet natuurlijk ook op letten dat je niet tegen het huis aan rijdt. Want zo'n ding is hartstikke krachtig. Als je tegen het vlondertje aanrijdt of tegen een muur aan, dan heb je echt heel veel schade. Dus je moet continu voorzichtig blijven. Dat is het belangrijkste met dit werk. Zo, het is weer ochtend. Jarig, die heeft een eigen toeter op zijn kraan, zoals je hoort. We zijn lekker bezig met het grondwerk. Doe nog eens een keer de toeter, hé. Doe nog eens een keer die toeter. Goeie. Laat maar. Gaat het goed? Ja, zandbaan aan het maken. Ja. We willen ongeveer 15 à 20 centimeter zand hebben natuurlijk. Ja. Het liefst nog iets meer. Maar met de laser. Wat een herrie. Ja, dat mag gewerkt worden, hè. Maar met de laser, grond, mensen met de kraan doen we het grond weggraven. En met de laser checken we alles. En daarna kan het zand erop. Ja. Alleen meneer Van Woersum is zijn tekening vergeten. Oh ja. Dus ik moet ze direct weer terug naar de loods. Ja, dat maakt niet uit, we weten. Die ligt nog op mijn kantoortje. Ja. Handig, hè, kantoor. Maar ik weet gelukkig bijna alle. Ik heb het zelf bedacht. Dus ik weet gelukkig alles bijna bedacht. Uit mijn hoofd. Ik heb het zelf ontworpen. Ontwerpstudio Sebastiani. Ja. Normaal, man. Nou, hè. Architectuur. Maar goed, hier hebben we dus uitgegraven, wat lijnen opgezet. En dan het zand erin, vooral ja. Paden. Oh, het wordt een hele groene tuin. Dus er komt maar in totaal 50 vierkante meter bestrating in. Gebakken klinkers. Ja. En de paden worden een meter breed. Nou, pakken we hem nu 1,10, 1,20 breed. Dan kan je ook makkelijk je bandjes nog in het zand zetten. Je deed net, toen ik begon met filmen, een toeter op de kraan. Kan je die nog een keer doen? Nee, een zelftoeter had je. Nee. Niet. Nee, ook niet. Dat was wel grappig. Maar dat zie je wel als je het filmpje terugkijkt. Ja. Met editen. Gaat het goed? Ja. Is wel leuk. Werken, hè? Een beetje in boeren. Boerenland. Het is meer boerenwerk dit. Meer de piepers in drooien. Ja. Ah. Nee, maar wat wel interessant is, is die klei. Ja. Is nu natuurlijk, op zich is het heel voedzaam. Voor? Voor bepaalde fruit of groentes. Alleen het probleem is, zoals je hier ook al ziet, is dat het helemaal in elkaar drukt. Ja, het is gewoon heel vet. Ja. Dus het wordt allemaal bonken. En een kleiplaatje is als het ware plat. Dus dat gaat in elkaar klinken. En een zandkorrel is rond. Zegt dat eigenlijk wel, korrel.
Nou, het is gewoon een hele vaste structuur. Dus als je zuurmin in de planten erin zet, dan gaan ze niet heel... Niet een rhododendron rondje inzetten. Nee, dat zou ik ook niet doen. Dat is niet zo leuk. Nee. En ook bijvoorbeeld de taxus, die groeit hier ook niet zo graag in. Nee. Dat het of heel nat wordt dit, dus als het veel regent, dan houdt het heel veel vocht vast. Of als het heel droog is, is het ook weer echt heel erg droog. Ja, dan zie je echt gewoon de aardscheuren erin staan. Ja. Dat is echt bizar. Dus met, wat wij proberen in ieder geval, de grond voor een tuin. Als je het even met cijfers doet, dan kan je het misschien net een 2 geven. Maar wat wij proberen is in ieder geval een 5 of een 6 maken. Dat, ja. dat je in ieder geval gewone tuinplanten hierin kan zetten. Ja. En dan is het een kwestie van jaren goed bijmesten, goede grond aanbrengen. Ja. En het ecosysteempje zelf moet gaan rollen. Ja. Die storretjes, plantjes, blad. En dan krijg je na een tijdje krijg je wel een voedzame grond. Basaltmeel, dat zorgt ervoor dat die structuur van die klei minder plakkerig wordt. Weer wat geleerd. Ja. Elke dag leer ik weer. Elke dag weer. En dat op die leeftijd, hè? Maar goed, ik ga nu dus... We hebben hier die GGZ-grond doorheen gedaan. En dan een beetje klei proberen we in ieder geval zo te maken. Zoals hier heb ik een stukje gedaan. Een beetje gemengd is. Ja, dan krijg je gewoon wat rullere structuur. En dan bepaalde planten die kunnen er wel gewoon normaal doorheen. En het laten we eerlijk zijn, het is voor ons makkelijker om dingen in te planten. Het is ook makkelijker om in te planten en om even met het harkje recht te maken. Het gaat nogal moeilijk met harken. Ja? Schedeltje. Au, hij is al stuk. Ja. Maar dat ga ik nu doen. Oké. Okay. Doei. Maar wij zijn nou ook weer niet van die... van die hufters die alles zelf doen. Dus Louis die is aan het oefenen op het graafmachientje. Nou, laat jij eens even zien hoe goed jij op dat kraantje bent. Huh? Laat jij eens even zien hoe goed jij op de graafmachine kan. Je moet het een keer leren, hè? Gaat goed, hè? Hoppa, ga zo door. De dag zit er zo goed als op. Een lekker sprongetje gemaakt. De lijnen zitten er helemaal in van het zand. En goede tip. Als je nou met machines je grondwerk gaat doen in je zand. Zorg er dan altijd voor dat je... voordat je gaat straten nog een klein beetje zand meeneemt, het schoon zand, en dat dan aanbrengt en dan gaat straten. Want als je hem nu echt helemaal gaat doen zoals je je zandbed wil hebben, komen er nog brokjes klei in en troep en dat soort dingen. En dan als je wil afrijden met je waterpas, dan zit je elke keer in steentjes en dingetjes en dangetjes. Dus neem dus schoon zand mee als je echt gaat straten. En Loksam gaat om 4 uur dicht. Lesje komt er ook nog aan, maar die is te laat met het kraantje. Ze vinden ze niet zo leuk. Het zijn Zuid-Europese tafereelen hier. 4 uur stipt dicht. Te laat. Nou, de laatste dag die zit erop bij deze klus. We hebben 's middags zelfs nog eventjes een ander klusje gedaan. Want het is vandaag mooi droog gebleven. Dus we hebben nog een vlonder ingeolied. Een hardhoutvlonder. We hebben het grondwerk dus afgemaakt.
En we gaan nu wachten totdat de stenen komen. En in de tussentijd gaan we in de loze uren die we nog over hebben, gaan we wat compost en dat soort dergelijke gaan we naar deze klus toe brengen. Maar goed, we gaan dus de vervolgstappen in deze tuin, die gaan we ook filmen. Dus hou ons kanaal in de gaten. En gaan we er zeker weten opzetten. We gaan zo direct dus de stenen doen. Die komen daar aan gebakken klinkers. En het staal. Ja, stap 3 is de beplanting, de bomen en dat soort dergelijke. En dan gaan we nog lampen aanbrengen. En we gaan van alles nog doen. Het beregeningssysteem misschien nog. Maar met de planting is het dus handig om te weten. Daar wachten we even op tot het najaar. Want daar zijn heel veel beplanting, heel veel soorten beplanting zijn goedkoper, zoals bomen. Dat noemen ze dan wortelgoed. En dat kan echt wel in de tientjes, in de honderden euro's schelen op een hele plan. Op het hele plan. Maar goed, het plan is uitgestippeld. We gaan het zo doen. Mensen zijn tot nu toe super tevreden. Wij eigenlijk ook. Helaas in deze vlog was ik een beetje veel in beeld. Anders Alessio was wat andere klussen aan het doen. Dus volgende keer weer een vlogje met wat meer Alessio, hoop ik. Anders kom ik ook jullie neus uit. Nou, in ieder geval tot ziens allemaal. En hou ons dus in de gaten. We gaan de rest ook vastleggen op beeld. En dan ga ik daar weer een videootje van maken. En dan gaan jullie zeker het eindresultaat zien. Voor nu, ciao!